Oké, voordat we hiermee beginnen, er is dus één comment geweest dat iemand zei dat ik een pruik op had en een plaksnoer. Nu ga ik laten zien. Dit is echt mijn haar. Zie je, ik heb het ook geknipt. En dit is dus ook echt mijn snor. Dus dat dat in ieder geval alvast duidelijk is. Ja? Nou goed. De afgelopen 4 weken hebben we Verslaafd aan Verliezen gemaakt. Om jullie te waarschuwen voor de gevaren van gokken. En er is natuurlijk niks mis met gewoon naar het casino gaan of af en toe een potje spelen. Maar het is belangrijk, vonden wij, dat mensen weten wanneer ze moeten uitkijken. En wat ze moeten doen als er inderdaad een verslaving op de loer ligt. En ik heb ook mijn eigen verhaal kunnen vertellen. Wat ik heel eng vond, maar tegelijkertijd ook heel vet. Omdat ik daarmee hopelijk heel veel mensen het gevoel kon geven dat ze er niet alleen in stonden. Ik heb heel veel vragen van jullie gekregen in mijn DM's over hoe het maakproces is gegaan, over wat het met mij doet en wat mensen zelf kunnen doen als ze te maken hebben met verslaving of iemand in hun omgeving. En wij dachten, waarom nemen we niet gewoon een video op waarin we de belangrijkste vragen gaan beantwoorden. Dus ik heb mijn telefoon hier uit mijn zak gehaald en we gaan beginnen met de eerste vraag. Wil je niet weer gaan gokken door deze docu? Dat is een vraag die ik heel veel heb gekregen, omdat ik natuurlijk ook in aflevering 2 naast Richard zat en terwijl hij aan het gokken was en je volgens mij wel een beetje kon zien wat er met mij gebeurde, want ik weet nog echt dat ik echt overliep van adrenaline en dat ik echt soort van weer helemaal terug was in dat gevoel van gokken terwijl ik het niet eens zelf aan het doen was. Ik heb het gevoel dat ik strak sta gewoon. En dit is gewoon hoe mijn fucking verslaving werkt en eruit ziet. En ik was ook best wel bang dat ik door die gebeurtenis en door die draaidag weer zin zou hebben om te gokken. Ik had het al heel lang niet meer gedaan. Ik had er best zin in. En ik dacht, nou ja, misschien dit is de eerste keer dat ik er weer aan word blootgesteld. Maar ik weet nog goed dat ik toen terugkwam na die draaidag en dat ik juist veel minder zin had überhaupt om te gokken. En ik walgde ook een beetje van mezelf achteraf dat ik alles zo had gevoeld. En ik was misschien ook niet helemaal bezig met het gokken, maar ook met de juiste vragen aan Richard stellen en ervoor zorgen dat het ook voor hem op een juiste, goede manier verliep. Maar ik ben tijdens het maken van Verslaafd aan Verliezen heel goed gemonitord door het hele team. Er werd bij mij de hele tijd ingecheckt van wil je gaan gokken? En dat ik echt, als ik een moment zou denken dat ik zou willen gokken, dat ik het meteen zou laten weten. Hoe zorg ik ervoor dat ik niet meer ga gokken? Ik zou zo graag willen dat ik hier een goed antwoord op heb, maar dat heb ik niet. Ik weet nog toen ik stopte met gokken dat ik heel vaak per dag dacht aan gokken. En dat ik het weer wilde doen en dat ik de drang had om het te doen. Dat ik echt merkte van wow, ik ben hier gewoon echt zo verslaafd aan. En dat heb je ook pas door als je stopt. En mij is toen geleerd om, als ik dan gedachten had om te gaan gokken, dat ik dan op zoek moest gaan naar de juiste afleiding. Waardoor ik die gedachten kon laten wegstromen. En toen ben ik dus heel veel gaan schaken. Dus elke keer als ik dacht aan gokken, ging ik schaken. En op die manier had ik eenzelfde soort kick die ik kreeg bij het gokken, bij het schaken. En toen ging ik steeds makkelijker, minder vaak denken aan gokken. En toen binnen een maand of zo dacht ik er al veel minder aan. En hield ik meer geld over en was ik goed geworden in schaken. Dus de beste tip die ik kan geven is als je weer denkt aan ik wil gokken, zorg er dan voor dat je gewoon iets van afleiding hebt. Het kan een boek lezen zijn, het kan een podcast luisteren zijn, het kan een spelletje op je computer of op je telefoon. Maar zodat je in ieder geval niet hoeft te gokken of de mogelijkheid hebt om te gokken en even ergens anders aan kan denken. Waar heb ik het meeste spijt van gekregen tijdens mijn gokverslaving, vraagt iemand. Ja, dat is toch wel het eerste waar ik dan aan denk is, ik vind het nog steeds heel moeilijk dat mijn ouders keihard werkten om mij wat te geven. Ik studeerde en terwijl ik gokverslaafd was. En mijn ouders werkten keihard om mijn studie te betalen. Dus zij maakten elke maand €200 over. En terwijl zij dat deden, gaf ik tegelijkertijd ja, €500, €600 per maand uit aan gokken. Dus zij waren eigenlijk indirect financierden zij mijn gokverslaving. Zo voelt dat nog steeds een beetje. En dat vind ik heel erg. Dat daarmee, wat we ook zeggen, hè, dat je een gokverslaving raakt niet alleen jezelf, maar ook je omgeving. En ik vind nog steeds heel erg dat dat geld wat ze aan mij gaven, dat ik dat indirect heb gebruikt om dat ik dat indirect heb weggegooid. En dat ze daar zo laat ook pas achter kwamen, daar voel ik me nog steeds wel een beetje schuldig over ook. Dat zo is. Dus als jullie kijken, sorry.
Het spijt me nog steeds daarvoor. Wat deed je toen je een terugval kreeg? Wow. Als je een terugval krijgt van een verslaving. Ik weet nog dat ik gewoon gefrustreerd was. En ik had gewoon een off day. En ik wilde met vrienden chillen, maar niemand kon. En ik wist niet wat ik met mezelf aan moest. En ik zat niet lekker in mijn vel. En ik had een kater, volgens mij. En ik ging het weer doen. En ik had echt maar €20 gestort of zo. En ik had echt 4 maanden lang niet gegokt. En die €20 was weg binnen 3 minuten. En ik was vooral echt fucking woest op mezelf. Wat het allerbelangrijkste is om te doen als je een terugval hebt, terwijl je probeert te stoppen met gokken, is om het meteen tegen zoveel mogelijk mensen te zeggen. En dat had ik ook geleerd dat ik dat moest doen. Dus ik heb meteen mijn behandelaar ingelicht en mijn ouders en een paar vrienden. Van, joh, jongens, ik heb het weer gedaan. En ze gaven mij toen heel erg het gevoel van, het hoort erbij. En maak je niet druk, joh. En heel goed dat je het meteen zegt. En heel dapper. Waardoor ik meteen al iets meer het gevoel krijg van, oh, wacht. Het is al goed dat ik hier zo bewust van ben. En het mag gebeuren, zo'n terugval. Alleen dat zien, dus niet denken, ik begin maar, maar ik denk, dit was een terugval, dit is fout van me, maar ik geef het toe en ik praat erover. Dat zorgt er al voor dat de kans dat je nog een keer een terugval krijgt veel kleiner is. En wees niet te boos op jezelf als je een terugval hebt, want die horen erbij. Even kijken, hoe ben ik uiteindelijk afgekikt? Ik ben op een gegeven moment heb ik gebeld met de preventielijn. En die hebben me toen ontzettend goed geholpen. En ik ben toen in behandeling gegaan bij Jelinek voor mijn gokverslaving. Daar heb ik een hele lieve vrouw ontmoet die me 2 maanden lang heeft geholpen. En ervoor heeft gezorgd dat ik echt anders ging kijken naar mijn gokgedrag. En me ook heel erg supporten in hou vol, ga op zoek naar andere leuke dingen. Kijk wat voor wereld er weer voor je open gaat als je dit niet doet. En ik heb daarna toen een paar keer een terugval gehad, toen ik was uitbehandeld bij haar. En op een gegeven moment was dat ook weer iets meer aan het worden. Maar al vrij snel daarna begon ik met werken bij BN Vara, waardoor ik veel minder vrije tijd had. En dus ook veel minder tijd om te gokken. En dat liep ongeveer samen met de komst van het CRUX, het Centraal Register Uitschrijving Kansspelen. En dat is echt de allerbeste tip die ik je kan geven, want daar moet je gewoon, je moet wel afkicken als je daarop inschrijft. Als je daarop inschrijft, dan kan je in fysieke casino's en in online casino's, kan je niet meer gokken. Je kan misschien nog op een hele illegale crypto website of bij de sigarenboer een totootje zetten, maar in de meeste casino's kom je niet meer binnen, want het is gekoppeld aan je paspoort. Dus ze weten dan ook van, ja, je mag niet naar binnen, want je staat ingeschreven op het CRUX. En je kan dan minimaal een half jaar nergens gokken. En dat zorgt er gewoon voor dat je op de een of andere manier echt na een tijd gaat denken van ja, wat was ik in godsnaam aan het doen? Ik hoef dit helemaal niet meer. En dan kom je er snelst vanaf. Ben je nu nog steeds verslaafd? Ja. Ik denk het wel. Ik denk dat ik nog steeds verslaafd ben aan gokken. Het enige verschil is dat ik het nu niet meer doe. Want ik kan het niet doen. Ik sta ingeschreven op het CRUX. En ik wil het niet doen, maar er is nog steeds iets in mijn hoofd, zoals we weten, dat ervoor zorgt dat ik gokken geweldig vind. En dat ik dat spelletje fantastisch vind. En dat ik ergens diep van binnen nog steeds die verslaving heb. Alleen weet ik hopelijk en denk ik nu precies hoe ik daarmee moet leven, dat ik daar geen last van heb. En het enige wat ik daarvoor moet doen, is het niet doen. En het gaat tot nu toe hartstikke goed. Hoe kan ik hier nou het beste over praten? Ja, dat is eigenlijk de hele kern van verslaafd aan verliezen. Er is geen perfecte manier om hierover te praten. En het is fucking lastig om hierover te praten. Wat ik weet is dat als gokverslaafde moet je jezelf gewoon bedenken, mensen zijn alleen maar blij als je erover begint. Want mensen hebben echt wel een vermoeden. En als jij iets bij iemand neerlegt, dan gaat diegene jou alleen maar helpen. Stel je even voor dat jij zelf een vriend hebt en die zegt tegen jou, hé man, ik moet je iets vertellen, ik ben gokverslaafd. Dan ga je toch ook niet boos worden op hem? Dan ga je toch ook niet hem uitschelden? Nee, dan wil je diegene hulp bieden. Alleen omdat je zoveel schaamte hebt als gokverslaafd en omdat je zo slecht voelt over jezelf, krijg je het idee dat iedereen je een loser vindt en dat iedereen boos op je gaat worden. Maar je moet je echt bedenken dat dat niet zo is en dat mensen je alleen maar kunnen helpen. En
als omgeving is het aan de andere kant ook heel moeilijk om te beginnen. Dus stel je hebt een vermoeden dat iemand gokverslaafd is, ja, hoe begin je dan het gesprek met diegene? De beste tip die ik daarvoor kan geven is dat je moet bedenken dat je moet een gokverslaafde, als je een gesprek met diegene wil aangaan, altijd het gevoel geven dat het normaal is wat diegene meemaakt, dat hij niet gek is. En je moet ook niet, boosheid werkt nooit, maar zeg gewoon dat je iemand wil helpen. Want als je dat alleen maar aanbiedt, als je gewoon een hand aanreikt van ik ben er voor je om je te helpen, dan gaat er hoe dan ook een keer een moment komen dat diegene je gaat bellen of dat diegene je hulp nodig heeft. Wat was de grootste eye-opener tijdens het maken van deze serie? Dat een docu maken niet gewoon even een docu maken is. Over makerschap, hè? Want het is echt zoveel. Ook helemaal gokverslaving, zo'n groot onderwerp. Dus we hadden echt, we wisten van oké, we moeten dit dus ergens in 4 afleveringen gaan vatten. Maar we hadden zoveel kanten waar we op konden gaan. Dus dat was wel echt een eye-opener. Dat dit zo'n gigantisch onderwerp is waar echt nog wel 4 series over gemaakt kunnen worden. En waar ik mezelf het meest over heb verbaasd is toch echt er zoveel meer mensen zijn die er last van hebben dan ik al dacht. En dat komt puur op basis van echt de reacties die ik persoonlijk krijg. Maar wat me vooral verbaast is dat heel veel mensen het doen. Dat zoveel nieuwe gokkers er op dit moment zijn in Nederland. En daar maak ik me wel een beetje zorgen over. Dat het echt belangrijk is dat die nieuwe gokkers wel echt weten wat de gevaren zijn. Dus dat is wel echt de eye-opener. Dat ik wel echt schrok van, dit is echt groot. En je hoeft maar naar een middelbare school te lopen of naar een studie. En je ziet al hoeveel mensen ooit een totootje hebben gezet of veel aan het gokken zijn. En nogmaals, er is dus helemaal niks mis met gokken. Dat wil ik echt ook een keertje even uit de lucht geklaard te hebben. Dat ik echt, ik ben totaal niet van het verbieden van gokken. En ik kan zo goed snappen dat je het leuk vindt om tijdens de kerstdagen 1 keer met je familie overdag lekker het casino in te gaan. Of met vrienden een keertje het leuk is om te doen. Of een staatslot te kopen. Dat moet je allemaal lekker doen. Maar wees alsjeblieft bewust van het feit dat je je wel op glad ijs bevindt. En dat gokken is een vijver met fantastisch veel vissen, maar er zwemmen ook haaien. En het is goed dat je weet dat er ook haaien zwemmen. Gek metafoor, maar ik ben het er wel mee eens. Hoe kijk ik terug op de docu-serie? Ik vond het fantastisch dat ik dit heb mogen maken. Met zoveel bijzondere mensen, met Nathalie, met Nando, met de ouders van Nando. Dat we ook met de campagne Spaar Jezelf zoveel mensen hebben weten te bereiken. Nathalie heeft me nog geappt laatst dat het echt ook drukker is bij hun, bij de preventielijn. En ze meer bellers krijgen, wat alleen maar een goed teken is. Omdat de preventielijn er ook is voor de voorlichting. En ik vind het te gek dat we dit hebben kunnen doen. Ik vind het geweldig dat we ja, toch wel enigszins impact gehad hebben. Al is het maar 1 iemand die gokverslaafd was, die deze serie keek en dacht, weet je wat? Ik moet mijn leven gaan veranderen. Ik stop ermee. Ik schrijf me in op de crux. Als er maar 1 iemand is, dan ben ik daar al ongelooflijk blij voor. En ben ik op iedereen met wie we dit hebben gemaakt fucking trots dat we alleen al dat hebben bereikt. Nou jongens, dit was het dan echt. Als je nou nog vragen hebt, mijn inbox staat altijd open. Ik weet alleen niet of ik alles kan beantwoorden. Maar neem vooral contact op met de preventielijn. Schrijf je in op het crux als je gokverslaafd bent of je gewoon wil stoppen met gokken. En ja, praat erover met elkaar. Dat is het allerbelangrijkste. Dank jullie wel. Ik vond het geweldig om het te maken.